plukte vandaag een klavertje 4 met 4 citytraps. Corinaldo, Mondavia, Barchi en Fossombroni. Village Trips is een betere omschrijving, want de eerste 3 zijn versterkte dorpen die binnen een prachtig gerestaureerde stadsomwalling liggen. Mijn gids beschrijft Corinaldo als een van de mooiste steden van Italië. Veel vergelijkingspunten hebben we niet, maar de vele oude straatjes, de mooi gerestaureerde stadsmuren, de vele kerkjes en pleintjes maken van dit stadje inderdaad een pareltje. We vonden er ook een toeristische dienst waar een dame in vloeiend Engels ons te woord stond. Waarschijnlijk blij dat ze toeristen kon helpen, want van die soort zie je er niet veel in deze streek. Mondavia en Barchi zijn kleiner, niet zo parelend, maar ze bieden beide een fantastisch panorama op de glooiende omgeving. Fossombroni is van een hoger stadsgehalte, maar het was er tevergeefs zoeken naar een supermarkt. Volgens Google Maps stonden we ervoor, maar wij vonden geen winkel. We staan in de schaduw van een rij cypressen bij het kerkhof van Fossombroni, een dikke kilometer buiten de stad, zodat het vannacht waarschijnlijk wat frisser zal worden dan de voorbije nacht. Onze stoeltjes staan buiten en er waait een verfrissend windje. Mijn stappenteller leert me dat we vandaag 18.945 stappen hebben gezet, of zo'n kleine 14 kilometer. Het zal er niet ver naast zijn. Die 1127 calorieën moeten hoognodig terug aangevuld worden met een pastisje, zoveel is zeker. Vanavond schotelen we gebakken zalm met cowboypatatjes en een blik fruit op tafel. De rest van de dag houden we het rustig met ons boek en aflevering 8 van De Dag, dat stilletjes aan de ontknoping nadert.